Ik heb een goed idee. Ik ga even met de ontvanger een stukje bij de woonomgeving vandaan zitten. Ik zat er weer op een zaterdag, dus ik denk van nou, daar is een plek niet zo ver bij mijn huis vandaan, daar is een geluidswal. Nou ja, geen spitsuur op zaterdag, het zal hartstikke stil zijn. Dus kan ik er mooi zitten op een muurtje en weinig storing daar in elk geval. Ik kon vanwege het autolawaai mezelf niet eens verstaan, zo erg was het. Ja, een beetje lawaaiig is het wel. Met, ik weet niet of hij zo scherp staat. Met de weg hier in de buurt. Nee, hij staat niet scherp. Het is een ouderwetse camera. Ja, dat wordt monteren, want het staat absoluut niet scherp. Nou, hier zit ik dus. Van alle natuur te genieten. Ik wist niet dat het hier zo druk was. Maar ik heb een Texan bij me. Eens even kijken. Tegelijkertijd kan opnemen. Misschien moet ik de camera hier even naast me zetten. Voor het afstemmen. Gaat dat zo, zonder dat hij valt? Nee, dat is best wel goed. Kijken wat SSB kunnen krijgen. Grotere bandbreedte. En een wat hoger in de band. In de hoop dat het hier ruisvrij is, dat is het wel. Oh, nu staat hij op veel te grote stappen. Beter CW laten horen. Want ik hoor zelf het geluid ook niet zo goed met al die met al de lawaai. Met CW kan ik er nog wat van maken. Maar. Even kijken of het 20 wat is. 1, 4, 200. En dan met een USB. Hey, doet hij dat niet? 4. Nee, dat gaat thuis heel veel beter, dus misschien moet ik het aan maar doen. Even kijken hoor. Nu weer op CW. Zo ben ik het gewend. Ik doe niet zoveel met SSB. Dat, Nou, geen geslaagd experiment, vrees ik. Ik ga er wel weer inpakken, want dit is... ik moet inderdaad naar het vogelreservaat als ik... Ik wil het vangen, in ieder geval niet aan de weg zo. Dat ding inpakken. Zo. Nou, dit is een plek waar volgens mij ook jongen aan wel eens zitten. Als ik dit zo kijk, hier ligt een opbelletje. Er is een dame achtergelaten.
Kijken of de ontvangst hier beter is. Ik vrees het ergste. Er is hier natuurlijk een stuk meer storing. Wat ik bij het monteren van het filmpje zie is wat er misgaat. Ik realiseer me dat ik onderweg helemaal dat SSB niet kon verstaan. Ik kon het ook niet afstemmen vanwege het verkeerslawaai. Het lijkt wel af en toe rustig, maar er loopt nog een weg naast. Dit is een vierbaansweg en die komt uit op een andere vierbaansweg. En die andere, nee, daar zijn stoplichten en die zijn zelfs volgens mij 12 banen. Dus dat is echt super druk daar. En dat gaf me partijen verkeerslawaai die ik volkomen heb onderschat. Een ander probleem was dat ik mijn bril niet op had. Die had ik wel bij me, maar ik was te eigenwijs. Maar ik kon daardoor niet zien welk knopje ik voor USB, LSB moest hebben en nog wat dingen. Ik denk, nou ja, ik bluf me er wel doorheen, maar dat ging ook niet altijd best. Maar ik kon werkelijk, ik hoor thuis stations dingen zeggen die ik daar absoluut niet gehoord heb. En ook stations daarvan, ik dacht wel dat ik wat afstemde, maar dat was niet zo. In CW ging dat goed, maar met SSB absoluut niet. Het is wel komisch. Ik had thuis ook nog wat opgenomen, maar dat gaf helemaal geen goede resultaten. Veel te veel storingen van alle stations die ik daar hoorde en die ik ook op mijn ontvanger hier achter me gewoon hoor. Daar was hier een huis met de Texan op het sprietje helemaal niets van te bekennen. Dus het heeft ook geen zin om dat uit te zetten. Bovendien, wat ook nog een beetje bij de rest van het filmpje is dat mijn eigen geluid er niet zo verschrikkelijk goed op staat. Niet zo goed als dit bijvoorbeeld. En ja, dat was hier in huis bij de opname ook niet zo. Dus nou ja, volgende keer beter. Oké, ik plaats het filmpje gewoon. Dat doen we.